we zijn in de Herenstraat. Ik zit midden op een bakfiets. En dat doe ik normaal nooit, maar dat doe ik vandaag wel. Want we zijn benieuwd of jongeren hier in Groningen wel eens iets voor een ander doen. Oftewel vrijwilligerswerk. Of bijvoorbeeld van de sportvereniging. Ja. Wat doe je bijvoorbeeld? Ik zorg altijd bij mijn tante voor die zeg maar zelf geen leven hebben. En mijn tante heeft het soms heel druk, dus dan help ik. Oké, en jij ook? Ik weet. Oké, dus jouw tante heeft zo'n kat opvangen? Ja, zoiets. Oké, dus dat doe je vrijwillig? Ja, dat doe ik vrijwillig. Dan spel ik je deze op. Misschien dat je tante jou wil nomineren als jonge vrijwilliger van het jaar. Oké. Voor de Jong Gouden Award. Oké, ik denk niet dat ik dat ga worden, want er zijn veel meer mensen die het veel beter doen dan mij. Maar... Dat zou ik nooit zeggen. Ik bedoel, je mag toch best een beetje waarderen. Ja, toch. Ja. Ik vind het hartstikke leuk wat je doet. Oké. En veel succes met dank de kat. Als de buur op vakantie gaat, die gaat het gras een keertje maaien. Dan doe je het van andere mensen. Ja. Alleen dat is denk ik niet echt naast. Ik zou niet echt iets op kunnen noemen of zo. Nee. Heb je wel eens echt vrijwilligerswerk gedaan? Ik heb nog nooit echt vrijwilligerswerk. Ja, een keer voor de vereniging dan. Ja, dat telt ook. Ja, dat is gewoon een verzamelingsactie dat je dan langs de deur gaat. En wat voor vereniging was dat? Het is een sportvereniging. Oké. Ik ben lid van een spelweek. Van een spelweek? Een spelweek in ons dorp. Welk dorp? Buren. Buren, ja. En dan organiseer ik allerlei spelletjes voor een hele week. Voor de kinderen uit Rotterdam. Ik wil jou een budgetje al vertellen. Ik heb hier een budgetje, Jong Goud. Ja. Als je het goed vindt, spel ik hier bij jou. Maar. Waar wil je hem hebben? Maar hier. Bij die hier. Oké. Ik hoop niet dat je glitsen kapot maakt. Nee hoor. Ik doe het toch.